Nou, het is gezellig, jullie horen het. Oh, crazy. Mensen kunnen hier logeren en dan kijken naar mijn bibs en mijn kuikjes. Stel, je wilt je huis opleuken. Waar begin je dan? Waar kun je rekening mee houden? Zijn er duurzame keuzes te maken waar je van het bestaan niet af is? Ik ben Marije en dit is Max en wij gaan ons huis een makeover geven. Ja, hallo jongens. Hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het nu echt met jullie? Ik heb de afgelopen weken niet veel zelf geklust. Nee, dat is niet waar. Ik heb voor het eerst mijn eigen schilderij opgehangen, dus ik heb hartstikke geklust. Maar daarover later meer. Nee, ik heb mijn ouders een beetje voor mijn karretje gespannen. Want dat doe je. Want dat doe je gewoon als dat kan. Max en ik waren namelijk laatst eventjes weg een nachtje. En toen hebben mijn ouders hier geslapen om op de poezen te passen. En toen heb ik gevraagd of mijn vader, want die houdt heel erg van klussen en die kan dat gewoon heel erg goed, of die een muurtje voor mij wilde verven, schilderen. En dat wilde die. Dus dat heeft mijn moeder eventjes op camera gezet. En wat is altijd zo handig? Er zijn nog klusjes. En dat kan niet zo goed. Hallo. Oh, ben je lekker bezig? Zeker. Je wordt altijd aan het werk gezet, hè? Twee linkerhanden en ik ben rechts. Hè? Twee linkerhanden en je bent rechts? Nou, volgens mij valt dat wel mee. Nou, dat is toch gewoon het schattigste wat er is, jongens. Meteen een tip trouwens, want wij hadden dus die groene muur, dat is een fotobehang. En daarbij dachten we van, oh, daar kunnen we dan lekker wat geks mee doen. En dan noemen we roze op de kleine muurtjes. En toen hadden we dus één witte muur over. En dat was uiteindelijk, wij dachten van, dat is dan rustiger. Maar eigenlijk bleek het tegenovergestelde. Dus nu we deze andere muur ook roze hebben, waarvan je denkt van, oh, crazy. Dan dat maakt het eigenlijk veel rustiger. Dus dat is misschien een tip waar je ook naar kunt kijken als je zelf met kleur aan de slag gaat. Goedemorgen. Nou, nadat het veel te lang in een hoekje in de woonkamer heeft gestaan, dat is, niet verwacht ook, dat zou gebeuren. Is vandaag dan eindelijk de dag dat we de spullen die we hebben opgeruimd naar de kringloopwinkel gaan brengen. Oh, auw. Dus dat gaan we nu doen. En meteen eventjes kijken of daar misschien nog dingen zijn die we toevallig nodig hebben. Kom je gezellig mee? Oh, wacht. Je moet even poten zien. Poten! Oh, je bent zo'n fotomodel. Ja, waarom ga je zo aanpakken? Je ziet dat gesneden hoofdje. Ja. Wat vinden jullie trouwens van mijn glitter Converse? Die kun je ook wel naar de kringloop. Nou, ik heb ze dus laatst van Max gekregen. Normaal dan koop ik dit, sorry, dit is niet echt duurzaam wonen, maar ik koop meestal Converse op United Wardrobe, want dan, die staan er gewoon gloednieuw op. En dan zijn ze niet gedragen en dan, dat is gloednieuw bij je. En dan kun je gewoon goedkoper Converse kopen. Maar deze heb ik van Max gekregen en daar ben ik heel gelukkig mee. Wel een beetje naar dat je nieuwe schoenen in de regen naar buiten gaat. Wel een beetje naar dat jij zo gereinigd bent. Ik dacht een paar afgetrapte All-Stars en doe je een nieuwe duur aan. Nou, het is gezellig. Jullie horen het. Nee, ik heb er zin in. Vond ik gezellig. Het ging veel makkelijker dan verwacht. Ik dacht serieus dat ze nog... Spullen weggeven is helemaal niet moeilijk. Nee, maar ik dacht... Mee. Ik dacht dat ze misschien niet alles zeg maar zouden aannemen. Dat ze kijk zouden curaten. Kijk even om je heen. Je bent door die hele winkel gelopen en nog dacht je dat ze onze troep niet wilden hebben. Nou... Ik heb eigenlijk niet zo heel erg goed afscheid kunnen nemen van mijn friendsbox. Had ik eigenlijk nog wel even een momentje voor willen nemen. Could you be any more sad? Look at me! I'm Chandler! Could I be wearing any more clothes? Oké, even een rondje lopen. Dit ga je allemaal kopen? Allemaal kopen. En dan ga ik treintjes sparen. Een zolderkamer bouwen. Niet van maken van mensen die treintjes doen. Nee, mag dat niet? Nee. Ik denk dat onze één groep is waarbij je bijna verplicht uit moet lachen zijn mensen met treintjes. Oh. Oh,
lekker even door mijn beeld gelopen. Dit is mijn favoriete hoek. Kijk, ik zeg niet dat je je hele huis er vol mee moet zetten, maar het zijn wel mooie kasten. Leuke tijdschriftenhouder. Oh kijk, dit is handig. Dit hebben we nodig. Die. Lijstjeskerkhof dit. Oké, dit is het geworden. Lijstjes voor 50 cent. 75 cent en die grote is 4,50. Wat een hoop centjes. Max hier, ons model van vandaag, heeft een denim look blouse aan. Gemaakt van Tencel, wat een van de meest milieuvriendelijke stoffen is. Doe even een rondje voor de mensen. Oh. Anyways. Ik heb... Tijd voor lijstjes, want het is het eind van het jaar. We hebben nog wat foto's uitgeprint, dus ik ben maar nu aan het uitzoeken. Ik vind deze wel heel leuk. Leuke herinnering. Dus ik denk dat die hierin gaat. En deze vind ik ook heel grappig. We hebben een beetje rare foto's uitgeprint. Ik ben ook wel benieuwd. Ik weet echt te weinig van voetbal. Welke Ajax is dit? Dat is niet Johan Cruijff. Reageer in de comments. Help ons. Nou ja, trouwens, we gaan dit toch wegflikkeren. Ja. We weten wie. Doe ze even rustig. En deze, denk ik. Deze ook. Dat is een schitterende tekening van de Amsterdamse Gracht. Die hebben we al 3 jaar of zo en die hebben we nooit opgehangen. Dus schandalig. Dat gaan we nu eindelijk doen. Ja. Ik moet even op mijn tik om scherp te stellen. Really? Foundation. Kijk, het is best leuk geworden. Ja, ik ben daar wel blij mee. I like it. Ik ben ook wel blij dat de buurman gewoon al 4 uur non-stop dingen aan het timmer is. Misschien moeten we even wat deze... Ja, misschien. Precies. Het is 9 miljard lijstjes aan het ophangen. Ja. Schiet jij nou eens even op met die lijstjes? Ja, ik weet niet hoe het werkt. Jezus. Gaat er ooit 1 keer gebeuren dat jij wel weet hoe iets werkt? Of moet ik het maar allemaal oplossen? Nou, doe even niet. Hoppatee, scheur, ding aan elkaar. Nee. Een grote verrassing is natuurlijk, ik krijg het ook weer in elkaar. Oh, wacht. Ik moet even die zelfklebende stickertjes pakken. Oh, wacht. Ik ben het glas vergeten. Ik weet dat je dit aan het filmen bent, omdat je denkt dat het helemaal misgaat. Zoveel vertrouwen heb jij in mij. Hier, hoppatee. Kijk maar. Het gaat gewoon hartstikke goed. Ik heb meer vertrouwen dat boter dit voor elkaar krijgt. Tada! Oh, dat is wat pijn in mijn haar. Joei. Het is helemaal niet scheef. We gaan lijstjes ophangen. Stap 1 is kopje koffie. Dankjewel, Max. Koffie is voor closers. Oké. Bepalen hoe het moet hangen. Dat is de grootste challenge, want wij zijn het daar nooit over eens. Maar ik zal gewoon doen wat jij wil. Ik zal niet eigenlijk. Whatever you want. Roep maar, we gaan het ophangen. Kan ik daarna zeggen, zie je wel, lelijk. Nou, zoals je op mijn Instagram hebt gezien wellicht, heb ik een samenwerking met Teza. En ik heb met hun klevende spijkers voor het eerst in mijn leven een schilderijtje ophangen. Dat was niet maar schilderijtje noemen. Ja, schilderijtje. Het is een YouTube playbutton. Heus niet zelfpromotie. Maar we hebben nu toch eigenlijk een ander plan met de schilderijen. Dus, en deze past daar gewoon niet bij. Dus we gaan de spijkers verwijderen. Kunnen jullie meteen eventjes zien hoe makkelijk dat gaat? Oké, je hoeft eigenlijk alleen maar deze naar beneden te trekken. Wow, dat was een feest. Je ziet helemaal niks. Oké, je ziet gewoon helemaal niks. Nee, 2 potloodstreepjes die we even weggummen en klaar. Ja. Top. Yes. Oké, ik heb de tip voor je. Als je niet precies weet wat voor compositie je wil maken en hoe dat allemaal uitvalt op de muur, zoals wij net heel kneuzig aan het doen waren, leg het op de grond en dan kun je makkelijk bepalen wat je dus wil aan hoe het eruit moet komen te zien.
Dit niet. Nee, dit niet. Nee. Nee. Dus daar gaan we even mee puzzelen. Ja. Nog een tip? Ik blijf met mijn tips door, jongen. Net allemaal gegoogeld. Nul tips. Maak even een foto van de compositie. Want dan kan je dat goed onthouden als je dingen gaat pakken om op te hangen. Weet je wat ik nou mooi vind? Ja? Dat je net de tip die je gegoogeld hebt, dat je die doet alsof je die zelf bedacht hebt. En dat je nu iets wat ik net bedenk, zegt dat je het gegoogeld hebt. I just cannot win here. Butter can also not win here. Dit moet het denk ik worden. Dan kunnen we altijd nog dingen aan toevoegen, want het voelt nog niet helemaal af. Maar ik vind het een goed begin. Tada. Great succes. Nou, ik heb dit natuurlijk al op Instagram laten zien, maar voor de mensen achter in de zaal met de cheap seats, doe ik het gewoon nog een keer. Ik laat eventjes zien hoe we deze spijkers, deze klevende spijkers, gaan ophangen. Ik kan dit zelfs, mensen. Ik herhaal, ik kan dit zelfs. Ik kan niet eens de verpakking openmaken. Deze gaan we ophangen. Dat is leuk, want dat ben ik. Is het dan leuk? Ja? Het is mijn bibs. Mensen kunnen hier logeren en dan kijken naar mijn bibs en mijn kuitjes. Oh. Niet overhoop gestaan. Hij moet hier ongeveer terechtkomen. Er moet dus een ding tussen. En nu zeg ik dus ongeveer. Inderdaad. Maar meten is weten. We hebben bepaald dat overal precies afstand van één dikte van de... van de waterpas tussen komt. Zo, echt. Dus dan zit je nu een klein streepje van... Dan meten we nu de afstand van de bovenkant tot aan het haakje, zodat we weten waar we moeten hangen. Wat is slimme jongen? Precies 2 centimeter, dus dan doen we dit en dan zet jij een streepje bij precies 2 centimeter. Oké, men nemen het plakkertje, de power strip. Dat plakken je erop, goed aandrukken mensen. Dan trekt men de beschermolie ervan af. Beschermolie? Het is beschermolie. Dan trekt men de beschermfolie ervan af. En dan plak je de spijker erop. Waarom gebruik je deel van die rare accenten? Goed aandrukken. Tada! Kind in de was doen. Hoi, wat heb ik dit dingetje natuurlijk. Zo. Oh. Het is helemaal recht. Het is helemaal recht. Nee. Gezelligheid. Gezelligheid. Ik vind het leuk. Ik ben er heel blij mee. Ik denk dat er nog wel misschien wat meer dingen bij moeten komen. Maar het is een goed begin. Ayeto. Nog een tip is de garage van Loods 5. Want daar hebben wij deze kast vandaan. Hij wordt nog eventjes ingericht. En ja, er staan allemaal troepjes op die daar niet horen. Kattenvoer. Maar we zijn er super blij mee. Hij kostte eigenlijk iets van 1100 euro geloof ik. En we hebben nu voor 500 euro. En die stond daar ook gewoon maar een beetje te verpieteren. Totdat iemand hem misschien ooit zou ophalen. En anders wordt hij misschien wel vernietigd of zo. I don't know. Hier willen we nu allemaal planken gaan maken voor de katten. Maar goed, dat komt wel in een andere video. Wat ik wel met jullie wilde delen, over spullen vernietigen gesproken. Ik las dus echt een fucking shocking artikel over hoe Amazon dus... Even kijken of ik dat kan scherpstellen. Nou, echt miljoenen producten vernietigt. Mensen bestellen dingen, die worden geretourneerd. En op de een of andere manier blijft dat ergens hangen in die fabriek. En vernietigen ze het maar, omdat dat dan goedkoper is dan weer als een retour of als een nieuw product, zeg maar, aanbieden. Hoe dan, jongens? Echt, hoe dan? Waar gaat het heen met de wereld? En ik ga dan ook altijd meteen denken... Wat doet Bol.com en Coolblue en zo met retouren en andere winkels? En sowieso begrijp ik dat Zara en H&M en Primark en weet ik veel wat... Nou, niet misschien die drie, maar ook grote modeketens... Dat ook het geval is dat ze soms retouren, maar liever gewoon
weggooien dan dat ze ze weer verwerken, omdat dat gewoon dus duurder is. En ik weet niet precies hoe dit allemaal zit, dus pin me er niet op vast. Sorry, boter gaat echt helemaal los met een propje. Het is echt heel irritant, zeker. Zo. Oh, daar ging je propje. Oké. Nogmaals, ik weet dus niet precies hoe het zit, maar dit bij Amazon was volgens mij wel bewezen. En ik vind het insane. Wat, ja, het enige wat ik kan zeggen is, denk een beetje na bij wat je bestelt en of je spullen wel echt nodig hebt. En hier wil ik eigenlijk nog wel een andere keer veel dieper op ingaan, maar ik moest het eventjes kwijt. Dus. Zo, nog even wat Ramon ter afsluiting. Bedankt voor het kijken, jongens. Hebben jullie nog suggesties of vragen? Laat het me weten. En tot snel.